Goedemorgen, middag of avond en welkom terug bij Modded Minecraft Testpack Please Ignore op Krimi TV. Ik heb eindelijk één gevonden. Een mod die ervoor zorgt dat de Minecraft muziek oneindig draait op de achtergrond zonder hele awkward lange pauzes. Als je wil weten hoe ik het heb gedaan, heel simpel. Ik heb de soundtrack van Minecraft heb ik gedownload en in de media player gezet. En die heb ik op shuffle staan. Dus zodoende, zo simpel kan het zijn. Nee, maar heel serieus, dat Minecraft hier niet zelf een oplossing voor heeft, daar baal ik stevig van. Dus ik doe het op deze manier en ik hoop dat jullie het niet erg vinden dat deze fantastische, kalme muziek op de achtergrond speelt. Het is zo fijn om gewoon lekker op je eigen tomaatjes te peuzelen, weten dat je ze zelf hebt laten groeien. Op dit moment heb ik dit kleine farmfield, zoals ik ze eigenlijk altijd maak, heb ik helemaal volgestouwd met alle seeds die ik heb. Op den duur komt hier wel enigszins een soort van patroontje in. Ik ga hier bijvoorbeeld gewone seeds doen. Daar carrots, daar potatoes. En hier moet ik nog even kijken. Misschien wat melons. Op de rand althans, dat ze naar buiten kunnen groeien. Aan de binnenkant weet ik het nog niet zo. Ik heb het nu volstaan met alles wat ik maar kon krijgen. En dan zeg maar in de plusformatie, in die vier lijnen, doe ik dan zeg maar wat magische crops. Tenminste, het zijn magische crops uit de mod Magical Crops. Ik weet niet in hoezeer deze tomaatjes echt magisch zijn, althans ze smaken wel fantastisch. Maar dat terzijde, we gaan even bezig met wat furniture. Oh, wat zielig. Wauw, ik zie het ook nog net op tijd. Hier moet je zien wat zielig. Oh, en ik kan er niks aan doen om ze te redden. Ik woon ook gewoon naast een pool met stront. Oké, nou ja, dan weet ik dat in ieder geval, dat als ik stront nodig heb, dan weet ik in ieder geval waar ik het moet vinden. Jij mag mee. Ik hoop niet dat ik de hele poortje opblaas. Nee, fantastisch. Minecraft muziek, zachtjes op de achtergrond. Echt heerlijk. We gaan een slaapkamertje bouwen. En dat doen we op de volgende wijze. Hier ga ik eventjes een muurtje maken. En dat muurtje... Ga ik echt een heel klein slaapkamertje maken. Ja, slaapkamer hoeft niet echt zo groot te zijn. Ik wil natuurlijk wel een hal in mijn huis. Dus dit wordt dan de hal. Zo. Dan komt hier waarschijnlijk iets van een ladder omhoog. Een trap, als je wilt. Ik kan die trap trouwens naar het idee van gisteren gewoon een ladder. Ik kan er ook gewoon een spiraal van maken trouwens in een 3x3. Ik denk dat dat mooier is. We gaan in ieder geval hier de slaapkamer bouwen. En ik denk dat we deze slaapkamer ongeveer zo groot willen hebben. Ja, niet al te geweldig. En dan gewoon niet met de axe. Ik moet echt even een gewone diamond axe maken. Want deze kapet... hoe noem ik het? Deze timber, zoals ik hem genoemd heb, is echt overpowered. Dus ik pak wel even gewoon 3 diamonds. Ik maak wel eventjes een standaard diamond axe. Dus wat handiger denk ik zo. Laten we deze crafting table hier ook even neerzetten voor de time being. En deze, hup, zo. Dat zal stukken beter gaan. Goed. Diamond axe. We willen ons bed uiteraard bij het raam hebben. Ik denk dat we hem lekker hier plaatsen zo. Dan kunnen we hier een nachtkastje en een, even kijken, een tool rack. Zou misschien ook wel handig zijn. Hoe maken wij een tool rack? Daar hebben we ijzer voor nodig. Oké, laten we dat ook even pakken. Een tool rack is wel handig. Dan kunnen we onze tools daarop ophangen. Tenminste, de meest gebruikte. We kunnen bijvoorbeeld een reserve setje maken. Voor als we doodgaan en we moeten ergens naartoe rennen. Kunnen we een reserve setje maken met bijvoorbeeld een pickaxe, shovel, axe en een zwaard. En daarnaast een armor stand met gewoon standaard ijzeren armor. Ik heb niet eens armor op dit moment. Kun je nagaan. Goed. Even kijken, waar waren we? Hier, tool rack. Heel simpel. We hebben daarvoor wel wat van deze nodig, maar dat is geen enkel probleem. Die hebben we genoeg. Zo. Tool rack, shift click. Huppa. Maken we daar eentje van. Gezellig. Deze hangen we dan hier aan de muur. Zo, en dan kunnen we dan maximaal 4 tools ophangen. Kijk. Dat is toch fantastisch. En je kan ze ook gewoon zo weer oppakken. Gewoon 1, 2... Oh, je pakt ze niet meteen in je inventory. Maar je kan er wel gewoon bij gaan staan. Dan vang je ze wel op. Helemaal goed. Wat hebben wij nog meer nodig? Een bookcase is natuurlijk wel fantastisch. Een eigen bookcase. Prima. Dan kunnen we boeken schrijven. En die kunnen we daar dan in plaatsen. Zo. Tenminste, ik ga ervan uit dat deze niet gevuld is met boeken. Nee, moet je zelf nog boeken inplaatsen. Kijk, een nachtkastje en een boekenkastje bij ons bed. Helemaal geweldig. Willen we deze ramen voor de slaapkamer iets kleiner hebben?
Ik zit er wel aan te denken. Jij mag trouwens eventjes tijdelijk van de muur komen. Ik wil jou namelijk... niet boven het bed. Dat vind ik lelijk. Ik zal eerst deze muur even opbouwen. Ik wil namelijk geen ramen naar de hal. Dat vind ik een beetje awkward. Dan kijken mensen je kamer in als je aan het slapen bent. Dat is niet de bedoeling. Zo. Huppa. Nog eentje hoger. Hup, hup, hup. Oh, ik heb geen planken meer. Zo, daar zijn we weer. Stekje erbij. Hier plaatsen we trouwens gewoon een platte vloer overheen. For the time being. We hebben verder niet zo heel veel materialen mee te werken. Dus we doen het gewoon zo. Huppa. En deze platte vloer, daar doen we later wel even iets logisch mee. Voor nu doen we het gewoon zo. Klein slaapkamertje, gezellig, knus. We hebben uiteraard een kistje nodig. Een klein kistje. Gewoon voor wat spulletjes bij het bed. Zetten we ook gewoon dodelijk hier. Zo, dat kan wel. Tools kunnen dan wel hier. Dat is geen probleem. Misschien willen we even kijken. Een klein bureautje. Oh, daar hebben we een feather en een torch voor nodig. Feathers heb ik volgens mij niet. Even kijken, wat kunnen we nog meer... Oké. Golden lantern. Glowstone hebben we ook nog niet. Even kijken. Of we kunnen ook een stoel maken. Map frame, waar we een kaart in kunnen plaatsen. Dat is ook leuk. Een case. Oh, we kunnen een case maken. Red lining. Huh. Dat is wel interessant. Hebben we alleen gekleurde wol voor nodig. Wacht even. Zwarte wol heb ik volgens mij wel. En wat doet zo'n case? Volgens mij is het gewoon een soort van koffer. Oké. Tafeltje kunnen we sowieso wel gebruiken. Dat is geen... Dat is een no-brainer. Tafeltje. Zo. Huppa. Het tafeltje komt hier keurig in de hoek te staan. Tafeltje kun je trouwens ook dingen opleggen. Zoals bijvoorbeeld... tomaten. Ja. Of een boek. Even kijken. Wat hebben we hier nog meer voor leuke dingen? Fancy lamps? Nee, dat kunnen we zo 1, 2, 3 niet doen. Er zit waarschijnlijk ook allemaal goud in. Fancy lamps? Ja, goud en glowstone. Dat hebben we allemaal nog niet. Dat komt allemaal later. We doen het voor nu met torches. Dan hebben we eigenlijk nog wel een seed nodig. Ja, en wat wol. We moeten echt schapen in de buurt hebben om te gaan scheren. Kijk nou, we hebben bezoek. En een ei. Oké, hallo. Je zit een beetje met je hoofd door de deur, maar ik noem jou Plof, denk ik. Ja, Plof de kip. Fantastisch. Oké, ik heb eventjes een case gemaakt. Even kijken hoe deze eruit ziet. Ik wil hem namelijk even op een tafeltje zetten. Lijkt me wel zo verstandig. Even kijken. Zo, crafting table. Kunnen we die ook mooi verbergen? Zonder dat die niet, zonder dat die al te veel in het beeld staat. Zo. Oh, het is zo'n case. Oké. Die kun je dan openmaken of je kunt er iets in doen of hoe moet ik dit zien? Waarschijnlijk werkt hij niet op deze manier. Even kijken. Misschien moet hij... Oké, nee. Ik ga het even proberen op een grote muur zoals hier. Hoe werkt dit? Ik heb geen idee hoe dit werkt. kan ik er een tool in stoppen? Nee. Oké. Ook case. Ik heb geen idee wat ik erin kan stoppen. Of hoe ik hem kan gebruiken. Misschien heeft hij een redstone signaal nodig. Maar dat lijkt mij zeer overbodig. Misschien moet ik hem op de grond zetten in plaats van op de muur. Dat werkt ook niet echt. Nee. Het is een display case. Je kan er iets in kwijt. Maar hoe en wat? Geen idee. Ik ga het even opzoeken. Oké, ik heb inmiddels door hoe het werkt. Je moet shift klikken met een lege hand. En dan kun je hem open en dicht doen. En dan kun je er met rechtermuisklik iets in stoppen. Zoals nu het eerste ei van onze grote vriend Plof. Ook heb ik voor mezelf een monocle gemaakt, wat heel bijzonder lijkt over mijn standaard zonnebril. Maar hier staat, als je hier kijkt, zeg maar waar ik nu mijn muis heb, er staat een soort van metertje. Ik denk dat dat te maken heeft met die infused experience. Ook iets wat ik 1, 2, 3 niet zou kunnen vertellen. Oh, hier is... je bent van het dak afgesprongen. Oké. Nou, plof jij maar lekker neer in de tuin. Gaan we eens even kijken wat we allemaal hebben. We hebben hier heel veel leuke crops. Kunnen we allemaal meenemen. Even kijken, hier hebben we nog iets. Ik vind deze crops wel mooier, moet ik heel eerlijk zeggen, dan de vanilla Minecraft crops. Maar ja, soms dan moet je roeien met de riemen die je hebt.
En in dit geval hebben we 3 carrots. Die 3 carrots die kunnen we hier mooi kwijt in deze hoek. Want dit wordt onze carrot hoek. Ja, hier zo. Fantastisch. En we planten straks nog wel wat nieuwe seeds. We hebben, even kijken hier, blueberry seeds. Zo. En we hebben hier nog cucumber seeds. En we hebben van alles. Allemaal leuke dingen. Je kunt deze voedsels kun je combineren. En dan kun je er grotere maaltijden van maken. Je kan er ook juice van maken. Dat is ook wel interessant. Dat je gewoon een... dan heb je een juicer nodig en een glass vial, volgens mij. Daar kun je dat dan voor gebruiken. Even kijken. Ja, dit klopt ongeveer. Deze nemen we mee. Daar eten we momenteel van. Jullie mogen in de crops chest. Kijk, dat vult al lekker aan. Maar goed, een monocle. Ik zal eens even kijken wat we daarmee kunnen. Want nu ben ik best wel nieuwsgierig. Ik kon zo 1, 2, 3 niks vinden over de Infused Experience wat hier staat. En de Armor XP level. Maar wat je wel kunt zien is bijvoorbeeld de naam van tools. Kijk, daar was ik nog niet achter gekomen. Zo werkt het ook met bookcases. Dit zegt gewoon egg natuurlijk. Ja. En ja, zo heb je nog wel een paar dingen als ik hier bijvoorbeeld gold nugget op leg. Oh nee, dat ziet hij niet, want deze tafel heeft geen display zoals deze en deze. Oké, duidelijk. Hier wel de boeken, zou ik hierin kunnen stoppen, dan krijg je dus wel die pop-up tekst. Dus dat is handig. Het is geen fantastische functie, maar handig om te weten dat de functie bestaat. Goed, ik vroet nog eventjes met mijn klauwen in de aarde. En dan gaan we eens even kijken wat we nog meer kunnen doen aan het huis. Want ja, het is nog lang niet af natuurlijk en we hebben veel meer nodig dan dit alleen. Iets wat we uiteraard nodig gaan hebben is storage. Dus ik heb vast wat iron chests gemaakt. Daar heb ik 1 stack iron aan gebruikt. En deze kunnen we hier zo mooi neerzetten. Ik denk dat ik die in de hoek niet hier wil hebben, maar liever hier. En dan in de hoek een soort van... ja, ik weet niet precies wat ik daarmee ga doen, maar waarschijnlijk iets van licht. Zodat we deze kamer, zeg maar, via hier en... even kijken, dan kan deze weg. Dan kunnen hier signs boven hangen. En dan kan hier de verlichting zijn. Dat is prima. Dan moeten we hier iets van een paal maken. Even kijken. Ja, we doen gewoon lekker simpel. We doen het even zo. En dan hier inderdaad een torch. We kunnen hier natuurlijk ook een crafting tafel van maken. Ik denk dat dat makkelijker is. Zo en zo. Kijk, fantastisch. Huppa, deze erin. Hallo. Plaats. Ja, goed zo. En dan kunnen we daar een torch bovenop zetten. Alleen die pakt hem dan op de muur. Als we nou de muur even tijdelijk losmaken. Dan pakt hij hem volgens mij wel op de tafel. Nee, wil die niet. Oké, hij wil niet op tafel. Dat werkt met een gewone crafting bench namelijk wel. Maar dan doen we het op een andere manier. Doen we het zo. En er zijn waarschijnlijk heel veel mensen die zich daaraan gaan storen. Dat hij niet gecentreerd kan hangen. Goed, doen we het op die manier. Geen enkel punt. Dan hebben we signs nodig. Uiteraard. En die signs komen dan op de voorkant van de kist. Denk ik. Ik denk dat dat wel het makkelijkste is in plaats van bovenop de kist. Bovenop de kist wordt namelijk zo'n verhaal. Kom ik ook net achter. Ik kan ze ook hier doen, maar dat staat dan weer lelijk op het raam. Kijk, dit zweven die weer in de lucht. Dat is niet echt de bedoeling. Dus we doen ze gewoon op de voorkant van de kist. Even zien, dan wordt dit. Dit wordt dan wood. Dit wordt dan... stone. En dit wordt dan dirt, sand, gravel waarschijnlijk ook. Dat soort dingen. Oh, dan zitten we hier weer met een tweestrijd. We kunnen hier niet 2 signs doen. Nee. Oké, lastig. Misschien toch maar plat erbovenop. Als we toch in de buurt zijn, dan kunnen we ze ook zo lezen. Ik vond het wel een leuke. Doen we het gewoon zo. Stone. Wat zei ik ook alweer? Wood. Dirt. Gravel. En sand. Gewoon aardsmaterialen, zeg maar. En dan wordt dit crafted blocks. En dan komen hier de items. Even kijken, dan hebben we mob. Oh, mob items. Tools. Metals. En misk.
Oké, dit is op zich best grappig, dat je zo'n plankje hebt en dat je van een 4 moet lezen wat erin zit. Ik wist niet dat het kon, maar bij deze, weer wat geleerd. We kunnen nog steeds makkelijk bij de crafting table, ja. Oké, dan doen we het op deze manier. Ga ik de spullen van binnen even, van buiten even naar binnen verhuizen. Ga jij even boodschappen doen, Plof? Prima. Ga ik eventjes kijken wat we allemaal gedaan hebben vandaag. We hebben dus een interessante manier van signs neerzetten. Hartstikke leuk. Kunnen we hier een leuke storage room van maken. We kunnen dit uiteindelijk upgraden naar gold chests en dan zelfs diamond chests. Dan zitten we hier met een hele compacte storage, wat ik wel fijn vind. We hebben hier tijdelijk eventjes de kisten staan voor alle patterns wat betreft de Tinker's Construct mod. Dat neemt nogal wat in beslag. Deze boeken, bedenk ik me net, kunnen we gewoon keurig hier in de boekenkast zetten. Echt fantastisch. Je krijgt ook gewoon de kleur van het boek. Oh nee, hij pakt willekeurige kleur. Oké. Maar het ziet er wel cool uit. Gewoon een paar boekjes, zo. Ik vind het denk ik leuker als we... Even zien. Ja, shift-click is inderdaad dat je hem oppakt. Ik denk dat we ze beter een beetje zo kunnen neerzetten. Een beetje links, een beetje rechts, zo. Huppa. Fantastisch. Nou, dan kunnen we lekker gaan slapen. Voor de mensen die deze muziek op de achtergrond niet willen, die liever willen dat ik wat anders doe of helemaal geen muziek. Ik hoor wel eens wat verhalen in de comments van jullie over muziek. Dus ik denk, ik vraag het maar even. Is dit goed? En zo nee, wat kan beter? Ik sta altijd open voor suggestie. Ik ben heel erg, ik vind het altijd fijn als mensen zeg maar in de comments hun verhaal even kunnen doen. Zodat ik daarmee kan gaan werken. Ik bedoel, als jullie mij niks vertellen, dan kan ik nooit beter worden. Dus vandaar dat ik het altijd even vraag. Laat me weten wat jullie ervan vinden. En daarmee zeg ik voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer bij Creamy TV.